Jongen, jongen. Een heel banket was dat hoor. Oesters. Zo'n kriften. Ijverzwaan. Geiten dat ik dat heb. Spaardig dat me een droom was, hè. Kun je nou geloven dat ik er echt een zwaar maag van heb? Serieus? Allee. Dan zal ik deze maar alleen opeten, hè. In al zijn naïviteit probeert senator Powers de verkiezingsstrijd op een eerlijke manier te voeren. Een en ander bekomt hem bijzonder slecht. Straks in The Powers That Be. Van gratis cassettes en cd's in de GB's. Tot 15 juni. Spaar de GB-zegels. Onder deze huid zit kostbaar vocht. Onder jouw huid ook. Nog wel? Kijk, zonder bescherming verliest een huid haar vocht. Pech voor de appel. Gelukkig voor jou is er Oil of Olaas vochtregulerende gezichtscrème. Snel opgenomen werd die net als de vloeistoffen in je eigen huid. En beschermt van binnenuit door het vocht goed vast te houden. En het voelt niet vettig aan. De onmisbare bescherming voor je huid is de vochtregulerende gezichtscrème van Oil of Olaas. Mijn huid houdt me jong. Opgeblazen gevoel, brandend maagzuur, zure oprispingen. U hebt maagpijn. Vertrouw dan op Renny om je maag te verlichten. Want Renny helpt snel en effectief. 10 mei 1940. Duitsland valt België aan. De Belgische bevolking verneemt het nieuws via de kranten. Hoe overleefden de mensen deze schokkende gebeurtenissen? Deze dagelijkse oorlogsrealiteit? De oorlogskranten brengen die momenten weer tot leven. Een collectie van de belangrijkste kranten uit de periode 40-45. Volledig herdrukt zoals ze toen verschenen. In de oorlogskranten leest u ook de geheimen die pas later aan het licht zullen komen. De oorlogskrant, het nieuws van toen, heet van de naald. Verzamel ze vanaf vandaag. Dat vragen wij ons ook af, want wat heeft Jan al die tijd uitgespookt? U ziet het maandagavond in de Kot Madame. This is the girl with the reputation. Do I get to be on camera? And what do you want with my sister? More gossip, or have you come to finish her off? Brenda, the only thing worse than having an addiction is denying that you have one. Not till you get out of the smoke-ridden clothes. De relaties worden ernstig verstoord in Beverly Hills 90210. En in Telefacts bezoek recht voor gescheiden ouders. De tragedie van patiënten die wachten op beenmergtransplantatie. En de Belgische blauwhelmen voor hete vuren in Bosnië-Herzegovina. Morgen in Telefacts. Bij u komen vanavond zeer variërende onderwerpen aan bod. De situatie van Braziliaanse straatkinderen, het Brussels bruisend nachtleven en Wito de Mulder vertelt over zijn opmerkelijke veelzijdigheid. En dat is nog niet alles. Meer praatgasten en muziek. U krijgt het nu bij Luc. Deze sprankelende talkshow komt tot stand in samenwerking met Tony Steiner, het levende water.
Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Dank u wel en welkom in Studio Manhattan voor de eerste aflevering van Luc van het nieuwe jaar. Natuurlijk wensen wij ook u het allerbeste toe voor 93. En we hopen dat u even talrijk bent om te kijken als in 92. Vanavond krijgt u muziek van Julien Clerc, Helmut Lotti, Niels William en Gunter Neefs. En uiteraard weer 5 praatgasten. Onder wie de koning van het Brusselse nachtleven, een winkelier die al 38 keer beroofd werd, een topatleet, pianist, componist, bioloog en talenknobbel, een Vlaams goudzoeker die beschermengel van de Braziliaanse straatkinderen werd en het aangrijpend verhaal van ex-confetti Peter Remkens. Mijn eerste gast vertrok 16 jaar geleden naar Brazilië om daar fortuin te gaan maken. Hij droomde van goud en diamanten, maar het draaide anders uit. Voor de ontelbare verstoten straatkinderen van Manaus, die leven, of beter gezegd overleven, met drughandel, prostitutie en criminaliteit, is hij vandaag de laatste hoop. André Bilzen. Meneer Bilze, 16 jaar geleden bent u naar Brazilië gegaan om er fortuin te maken. En u had in België daarvoor een drogisterij gehad. Nadien was u werkzaam als opvoeder in een instelling voor geplaatste kinderen. Maar goed, u wilde het fortuin gaan zoeken. En u trok naar Brazilië. Waarom precies daar naartoe? Ten eerste het avontuur. Nee, Brazilië is nog altijd het land van het avontuur. En ik had voorheen al een rondreis gemaakt in dat land. Ik had mensen leren kennen en het is zo dat ik in Manaus terecht ben gekomen. Dus Manaus, de gekende rubberstad van de eeuwwisseling. En dan begon ik aan een tomatenplantage. Want tomaten in Manaus, dus Manaus dat is in het noorden van Brazilië, in het Amazonegebied, dus midden in het oerwoud. De landbouw is er heel moeilijk en tomaten die zijn er enorm duur. Als Belg denk je dat je alles kunt. En ik begon aan de tomatenplantage, want daar zou ik rijk mee worden. En het was een grandioze mislukking. U werd niet rijk, u bent dan gaan rondzwerven in Zuid-Amerika en zo kwam u in contact met die straatkinderen. Hoe was die eerste confrontatie met die kinderen? Wel, het contact met die gamines in Bogota, dat was echt schokkend. Want daar kwam je op straat, dus 's nachts uiteraard, kinderen tegen, 6 jaar dikwijls. Die er sliepen onder een karton. Die waren gekleed echt in lompen. Maar de stad Bogota die is op een hoogte van ongeveer 3000 meter. Dat wil zeggen dat in de winter dat er vrij koud is. U vergat uw droom om rijk te worden, want u wilde zich inzetten voor die straatkinderen toen u die ellende daar gezien had. Ja, heel... het pakt natuurlijk een mens. Ja. Heel veel van die straatkinderen die proberen die ellende te vergeten waarin ze dagelijks zijn door drugs te nemen. Hoe komen ze daaraan? Ja, dat is gemakkelijk langs de ene kant. De drugs zijn goedkoop in Zuid-Amerika. De kinderen die beginnen met lijm te snuiven, dus schoenmakerslijm, waarin je toluïen hebt. Ze gaan verder met marihuana te roken. Dan, als ze groter worden, in Bogota bijvoorbeeld, zullen ze dan bazooka smoren. En bazooka, dat is de afval van de cocaïne-raffinage, waarin dus nog verschillende producten als aceton, ether en dergelijke inzitten, dan zullen ze gemakkelijk beginnen met overvallen te plegen. Dus die kinderbendes die hebben leiders en die leiders zijn dikwijls maar 12 jaar oud. En wat